is AS Oranje, even voor de duidelijkheid. Dan weet je ook weer hoeveel AS Oranje is. We gaan heel even kort, wat AS, we hebben het oranje gevoel, dat EK wat er aan zit te komen, Aad. We gaan ons opmaken voor een feest, oranje feest, maar dat gevoel heb jij nog niet echt te pakken. Voor wanneer komt dat gevoel, denk je? Na die oefenwedstrijden of komt dat helemaal niet? Pas als er een overwinning is. Nou, dan komt in Nederland komt dat ook pas op gang als de voorrondes bezig zijn. Wat is het spel tegen Polen, Oostenrijk, Frankrijk? Wat zijn de resultaten? Wat is de klassering? In zo'n toernooi gaat een team ook langzaam groeien in het toernooi. En ook de supporters groeien mee met het succes of met het verlies. Dat gevoel dat moet langzaam komen. Heeft ook een beetje met het weer te maken. Iedereen zit te klagen over het slechte weer. Oranje gevoel komt altijd met mooi weer. Op de oranje camping en noem alles oranje. Maar op. Verplaatsingen. En elke dag het nieuws van Oranje bij ons, bij Soccer Nieuws en bij de dagbladen en bij de televisie natuurlijk. Daar komt natuurlijk ook veel ophef over. Maar alles valt samen met, wij hebben natuurlijk, in Nederland hebben wij natuurlijk heel veel succes supporters. Die lopen achter de Polonaise aan. Als het goed gaat, lopen ze allemaal mee. Als het slecht gaat, zijn het allemaal criticasters. Dus Oranje gevoel komt alleen maar bij goede resultaten. Kijk, dus oranje gevoel moet komen, dus dan moeten we die hopen. De eerste Polenwedstrijd, dan wordt dan meteen een overwinning, bam, oranje gevoel, barst los. En Aad, ga jij dan nog naar de camping, oranje camping? Nee. Okay, weet je, we dat kunnen misschien daar nog even af. Nee, onmogelijk. Niet met de camper eventjes langs met de vlaggetjes, je had het al eerder verteld. Oranje gevoel bij Aad moet nog een beetje gaan leven, maar dan gaan we straks dus leven in heel veel Aads oranjes tijdens het EK. Gaan we lekker voorspellen, gaan we het hebben over de opstelling met oranje. Gaan wij natuurlijk niet als successupporters, maar als hele kritische supporters het oranje volgen. Dat is dus tijdens het EK Aads oranje. En de eerste aflevering is uit mijn hoofd zo op woensdag 12 juni.